Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Op deze video zien jullie Skippy rennen. Skippy was geadopteerd, maar helaas ging het niet goed. Die mensen hadden te weinig ervaring en begrip en geen tijd om te trainen met de hond. Daardoor heeft Skippy een hele ernstige verlatingsangst ontwikkeld. Heel sneu, ze was ook erg mager. Ze was binnen 1 week 1,5 kilo aangekomen bij Paul en Jackie, dus dat zegt wel iets natuurlijk. Bij dit adres gaat het super goed. Ze is heel erg blij. Ze is samen met Polar en met Donnie. Die komen ook alle twee van onze opvang. Ja, ze is helemaal in de element. Ze heeft het zo naar de zin. Ja, er was 8 kilo verschil tussen Polar en tussen Skippy. Dus dat is wel wat. Dit blije kopje is Baco. Baco die is een pup van Peppe. Peppe die zit al heel lang bij ons. Ze was bij Willemstad met haar puppies. En daar hebben ze toen gevangen en naar ons toe gehaald. De puppies zijn allemaal herplaatst. Baco's en baasjes die moesten met spoed naar Nederland en hadden hem toen bij een vriendin herplaatst. En die mevrouw die werd heel ernstig ziek. Ik heb toen Baco opgehaald en hem klaargemaakt zodat hij alsnog naar Nederland kon gaan naar zijn baasjes. Hij is inmiddels alweer gevlogen en het gaat heel erg goed met hem in Nederland. Hij is erg gelukkig en blij en wij vonden het heel erg leuk om hem weer op de opvang te hebben. Want hij heeft zich echt keurig gedragen. Hij heeft heel leuk gespeeld, ook met Pepper. En je ziet dat hij ook helemaal maatjes was met Pip. Pip is nog beschikbaar voor adoptie, dus als iemand haar wil adopteren, stuur dan even een mailtje. Ze is ook al rabies gevaccineerd en gechipt, dus ze kan eigenlijk per direct naar Nederland. Hey. Wil je lekker douchen? Handbadje. Dit is Bas. Bas is samen met James van Hato gehaald. Dat is het vliegveld op Curaçao. En daar liepen ze rond. Ze hadden allerlei verwondingen en ze hadden kapattenziekte. Dus ze waren er best wel ernstig aan toe. Toen hebben ze met z'n drieën van straat gehaald. En nu mogen ze bij ons op de opvang revalideren in afwachting van een nieuw baasje. Dus als je ze leuk vindt, ze zijn beschikbaar voor adoptie. James is echt een hele lieve, rustige hond. Echt een knuffeldier. En Bas is een stuk energieker. En hier zo zag je Tor, dit is Bas en dit is Tor. Tor is een hond van Karf, dat is een stichting op Curaçao waar ik veel mee samenwerk. En zij hebben hem van straat gehaald. Hoe het precies allemaal gegaan is, dat weet ik niet. Maar ook Tor is beschikbaar voor adoptie. En Tor is echt een hele energieke, mooie hond. Je ziet ook dat ze alle drie sociaal zijn met andere honden, dat gaat heel erg goed. Hallo, gezellig hier, hè? Ja. Ja, je bent ook super lief, joh. Kijk zo. Ah, wij gaan nog even de mestkast sjouwen. Ja. Zo. Knapperts. Knapperts. Pak hem al. Dat hij druk door de maden opgegeten. Oh, hallo! Baby. Welkom! Nou. Even kijken of die gepakt is. Nee, dat ziet er goed uit. Baby. Hallo, baby. Ja, dat ziet er goed uit. Hi! En hier is een overleden broer. En daar is misschien nog een baby. En hier is ook een overleden broer. Daar kropen de maden uit. Oogje open. Ja, het paniek, hè? Dat is spannend. Je mag lekker bij ons binnen. Ja.
Goed zo, Sansi. Helpen. Ja, grapen. Goed zo. Goed zo, doe maar grapen. Sansi, ben je aan het doen? Wat doe je? Hé, ben je aan het doen? Ben je aan het doen? Blij, spring! Ja, goed zo. Nou, doe niet zo stoer, zeg. Lief zijn, dat is onze oma. Was je paarden nou ook gevoerd dan? Of moet nee. Ja, dat zit aan je piemel, hè? Sorry. Hey, Bos, doe je wel lief? Nee, stoere bal. Moet snel. Balloos. Wat is zo falen? Dat is Savana. Het is dezelfde kleur als jij. Mooi team. Ja. Twee span. Mooi stel. Savannah weet elke man te verleiden, maar jij doet wel heel lelijk. Wees lief. Dat hij wil spelen. Eens kijken in hoeverre dat waar is. Is het waar? Is het waar? Oh, het is waar! Oh, nou begint iedereen zich te bemoeien. Kom maar, negeer het maar. Hij lief het. Hij lief het. Hij lief het. Hij lief het. Het is nooit negeren zo. Als iedereen staat te blaffen naar jou. Dit hondje die was samen met haar broer gedumpt, bij het vliegveld ook. Alleen kon ik haar op dat moment niet helpen, ik had helemaal geen voer bij of zo. Maar haar broertje die lag dus aangereden langs de weg en ze was helemaal van streek, zo zielig. Dat heeft mij ook al een tijdje geduurd, hoor, voordat ik erachter was. Zo. Ja, lekker. Zal ik hier een beetje niks te doen? Ja, schippen! Ja. Een beetje uit. Ik wel weten waar deze mee toe. Nee, ik kan alleen bos maken, schepperen.
mij moet doen? Ja, helemaal goed. Dan wordt beter kort. Ik kan wel lopen. Het is klein meer dit. Ik ga zo steeds vaak vastzitten. Zo. Oh, sorry. Nee. Kom maar, douchie. Ja, ik kom maar aan. Ben je bang? Oh, schatje. Toen wij medicatie gingen halen voor de haathondjes, kwamen we dit hondje tegen midden op de weg. Ze is heel erg ondervoed, ze heeft hartworm, ze heeft kapattenziekte. Al haar tanden, voortanden zaten los, die zijn gedeeltelijk getrokken en ze is gesteriliseerd en gevaccineerd. Ik dacht dat ik heel weinig brokjes had gepakt, maar als ik het zo zie zijn het er nog heel veel. Ze krijgt nu ook meteen de ontworming. Renda is heel, heel, heel ziek geweest. Had onwijze diarree en temperatuur die ging heel hoog naar heel laag. Dus, maar nu gaat het weer goed. Gelukkig, ze is er bovenop gekomen. Die zijn beter formaat. Kijk, hier ook een lekker bedje. Kom maar. Nou, de levertjes smaken goed, hè, de kippenlevertjes. Het heeft echt eruit gespoten, de diarree. En veel gespuugd. Maar ze heeft nu antibraakremmers gekregen. Dus als het goed is, gaat ze dit binnenhouden. Ik hoop het wel, want er zitten pilletjes in. Lekker hè, Brenda? Ja, ze moest veel drinken. Dus vandaar dat ik er bouillon van heb gemaakt. Hey Savannah. Ja, ze bewegen wel met haar oogjes en zo. Sansie doet het normaal. Savannah. Hey, ja. Yeah. Kijk, als het normaal is dat ze zo lang slaapt, is het goed. Maar ik dacht misschien. Is dit ook niet zo heel best, zeg maar. Dus daarom overleg ik het even. Hey meisje. Hey meisje. Gaat het, Bob? Kom maar, schatje. Hey, rustig. Oma. Hey, meisje. Sst, ik ben bij je. Het is goed.
Het is goed. Het is goed. Het is goed, meisje. Onze nieuwe tuin. Dit hek is helemaal nieuw. Ik heb ze net bij elkaar gezet, dus ze zijn nog aan het kennismaken met elkaar. Dat is Baco de Witte. Dat is een pup van Pepper. Die hebben we al sinds 2016, als ik het goed heb. En dit zijn Mats en Scott, die zijn op de Joris bijgevonden. Dat is Kenzo, die is gevonden in het bos. Zijn moeder was helemaal verwilderd, dus die hebben we met z'n vijven daar weggehaald. Dit is Nova, dat is een zusje van de twee zwarte. Nova, dit is Liv. Nova is bij mij binnen. Die is nog herstellende van de operatie. Kijk, het is onkruid, maar ik vind het zo'n mooi plant. Het is ook lekker schaduw, de honden liggen er graag onder. Op die band moet nog cement komen en er komt nog een kleurtje op. Het is Kenzo, die komt dus uit Os. Zijn broer en zus zijn er ook, James en zus. Hier moet nog een vloer helemaal inkomen. En dan kunnen daar gewoon relaxe mannen staan. En ik moet hem nog even leegruimen. Nu staan er heel veel spullen van het verven nog. Want dit was eigenlijk een klushok. Maar goed, we hebben lieve honden. De deuren moeten uiteraard nog geverfd worden. Dit is dan een sluis. Dus daar langs kunnen de honden naar binnen. En dan kunnen ze of hierin of in de bunker. Maar je kan hem dus ook openzetten dat alles lekker bij elkaar zit. En dit is de bunkertuin. Die is ook echt helemaal met een dak. En ik heb al benches staan voor het vuurwerk en onweer en zo. Dat ze er lekker in weg kunnen kruipen. Dus in elk plekje heb ik dan een extra bench ook. En hier kunnen ze dan door het luik naar buiten. En dan kunnen ze op het speelveld. Maar meestal lopen ze gewoon lekker voor op de vlakte. Dat is veel groter en veel leuker voor ze. Hey, gekke manier van drinken, maat. Ja, jij bent Scott, hè? Ja. Ik had zo mijn best gedaan. Ja, ik had zo mijn best gedaan. Heel lief meisje. Gaat het? Er zit een lekker matrasje, wat water. Ja, is het warm. Selfie? Nee, filmpje. Schattig. Voor YouTube. Wat ga je aan doen? Is het Santi? Of is het Tommy? Het is oma. Omaatje. En wie is deze kleine? Oh, ze is schattig. Het is Brenda. Een klein heksje. Ja, maar je mag niks, nee. Even zien hoe goed jij gegeten hebt, Brenda. Dat je helemaal een dik buikje hebt gekregen? Je hebt nog wel soepoogjes, dat klopt. Ja, dat klopt. Je moet schoonmaken, hè? Binnenkort in bad, hè? Ja. Maar het gaat wel beter. Ze is nog dun. Kijk maar hier, de bordjes zitten er ook. Maar je eet wel heel goed, hè? Kijk, lekker beukie. Lekker beukie. Nog even naar je tanden kijken. Die gaan er vrijdag uit. Ja. Ja. Lekker ding. Ze is echt heel lief. Echt een knuffelhondje. Ja? Ja. Even naar je pensje kijken. En de kwispelende staartje. Zit. Goed zo. Pootje. Kan je dat gewoon zitten? Zitten. Goed zo, pootje. Twee pootjes. Huisknaam. Huisknaam. Lekker ding.
Kijk eens wie hier loopt. Hé, hey, ben jij gewoon aan het lopen? Kom eens hier. Kijk daar, joh. Wat knap. Wat knap van jou. Je kan gewoon lopen. Kan jij gewoon lopen? Dat is goed. Knapperd. Lekker eten, meisje. Hey, James. Kijk, ze hadden mooie kerstballen. Wat heb je mooie kerstballen? Nog even. Ja, stel gaat goed. Hey, lieve James. Ben je zo mooi wit geworden, hè? Ja, je hebt wel last van je buik, hè? Allemaal oude plekjes, hè? Waar we niet aan mogen komen. Dat vind je vervelend. Ja, dat vind je vervelend. Hey, zeg eens hallo tegen de baasjes. Rex, zeg eens hallo tegen de baasjes. Hey. Hebben jullie naar je zin? Heel druk met waken. Ze zit er echt wel niet aan. Oh, die zit erbij. Schoutje. Ben jij een boef? Schattig aan doen. Heel schattig. Nee, niet vlooien. We waren een schattig filmpje aan het opnemen. Laat eens zien hoe schattig jij bent. Geef ze een voetje. Hoe schattig ben jij? Zo, hè? Zo schattig. Ja, zo schattig. Oh, ze is zo schattig. Oh. Ben je zo schattig? Laat zien dan. Nee, niet vlooien. We gaan straks in bad. Laat zien hoe schattig je bent. Doe. Wie zat die? Hoe schattig ben jij? Lekkere tongzoen. Tongzoen van Brenda. Nee, ze wil bokkenpoten eten. Daarom ben je maar showtje aan het doen, hè? Kom terug. Brenda. Hoe schattig ben jij? Ja, die is zo schattig. Oh. Morgen naar de dokter, hè? Ja, morgen ga je naar de dokter. Mm.
Daar. Tongzoen hoeft niet. Echt lief. Hoe kunnen ze jou nou toch op straat gooien? Hè? Zo'n schattig hondje. Lekker, aandacht. Lekker alle aandacht voor jou. Het is gewoon leuk om naar de dierenarts te gaan. Ja, is gewoon leuk. Oh. Toen zoekt ook nog een huisje aan. Ja. Het was heel lief. Schatje. Schatje. Waar is Pip? Stoere man. Hey. Grote jongen. Grote jongen, hè? Ja, dat is leuk, hè? Ja, jullie gaan weer naar huis. Vakantie zit erop. Kom maar. Ga je naar de ontvangsttuin? Ja, kom maar. Kunnen de baasjes jullie sturen halen. Superbraaf. Rexy, kom. Rex, kom maar. Met jou. Keurig. Doe ik zo graag een luisterronde. Gaat goed, hè? Ja. Thank you.
kutje. Lekker ding. Met jou. Kun je goed lopen, zeg. Hallo allemaal, we zijn net lekker gaan wandelen en hele leuke mensen leren kennen. Ze worden baasje op afstand van Mats. Mats zit achterin, die was toen gedumpt bij de Joris bij. En Nova is mee geweest, Kenzo, Zanzi, Pip, Eefje en Rakke, die is al de auto uitgesprongen. We hebben een bench gedoneerd gekregen, super bedankt. En we hebben nog een hondje gevonden. En de mensen die aan het wandelen waren, die hebben dat Daisy genoemd. Kijk, wat een tumor. Het ziet er echt heel naar uit. Ze zit echt helemaal onder de wonden. Overal bobbels en bulten. Dus ik maak me wel echt zorgen. Ze heeft aan de andere kant ook nog een hele lelijke wond. Hey Daisy. Dus het was een leuke wandeling. Maar wel een heftig eind. Deze bank hebben we gisteren gekregen voor de hondjes. Dus ik ga er nou in de ontvangst thuis zetten. Ik ga voor de beestjes zorgen. En dan ga ik kijken of we een dierenarts kunnen bereiken. Ze is ook echt heel mager. Hey poepie. Wat een absces. Dat is zo groot. Het lekt ook heel het vocht eruit. En hier zo, die halsband is ook helemaal ingegroeid. Of tenminste ingegroeid, er zit ook een knobbel zo te zien. Hé, poepie. Afdoen.
Tante Brenda. Ja, met Tante Brenda. Ja, dat zijn jouw brokjes. We zullen ze niet afpakken. Hey Donnie, en Skippy, en Paula.